Als men mij vraagt wanneer dat ik een boek, een echt goed boek vind, dan antwoord ik meestal ja, als je aan het lezen slaat en je wilt alles maar verder lezen, dan is dat een heel goed teken. En twee, als je na de lectuur van het boek de inhoud ervan zo snel mogelijk wilt delen met vrienden en met kennissen. De dokter is uw kameraad niet, voldoet echt aan beide voorwaarden. Het gaat hier over een heel boeiend hoofdpersonage. Gust van Mol alias Jan van Duppen. En het levenstraject van deze man wordt even boeiend beschreven door Louis van Dievel. Het geeft echt stof tot nadenken, tot discussiëren, omdat het gaat over de existentiële vragen van het leven. Meer bepaald, bestaat het individueel belang of gaat het individueel belang op in het collectieve? Het hoofdpersonage is duidelijk de mening toegedaan dat alleen het collectieve belang bestaat, maar aan de hand van vele anekdotes en vele ervaringen vindt de auteur op de duur ja, dat die dogma's, de ideologieën en voornamelijk de leiding van degene die het collectieve belang moeten sturen, dat het daar toch soms fout gaat. Politieke partijen gaan vaak niet in dienst treden van de maatschappij, maar gaan aan hun eigen denken en macht is toch wel een heel speciaal beestje. Wat mij echt is bijgebleven, opgevallen en erg goed gedaan heeft, zijn de fragmenten over de druggebruikers die bij het hoofdpersonage kwamen toen dat hij een groepspraktijk had in Nederland, in Rotterdam. En voornamelijk ook ja, het ganse hoofdstuk over de mama van het hoofdpersonage en de euthanasie. Dat is een problematiek waar dat ik nogal mee bezig ben geweest en ook heel mooi beschreven. Ik zou kunnen zeggen dat het boek voornamelijk de grote verdienste heeft, omdat het duidelijk maakt aan de lezer dat sterke en krachtige persoonlijkheden nog bestaan en dat het goed is dat ze bestaan en dat we er ons eigenlijk aan zouden moeten laven, dat we ons door hen zouden moeten laten inspireren. Jan van Duppen is een man voor wie dat ik echt een diepe buiging maak. En ik maak dat ook, ik doe dat ook voor de auteur van dit echte, heel goede boek, Louis van Dievel. Ik heb, en dat beken ik na het boek, nog een gedicht gelezen van Pablo Neruda, omdat zijn gedachten zo goed aansluiten bij de problematiek van het boek.